ik ken zoveel mensen die dit zo leuk vinden, hè? Ja, is heel heet. Hallo jongens en meisjes en welkom bij de Scovillains! Mijn naam is Dennis, achter de camera staat... En een hele goed morgen, middag, avond, nacht, wanneer je ook kijkt. Leuk dat jullie weer kijken. Weer een nieuwe uitzending, aflevering, editie. Mocht je nog niet hebben ingeschreven op ons YouTube kanaal, zeker hieronder even doen. Bij 100 abonnees op ons YouTube kanaal eet ik Dennis de Carolina Reaper. Op Facebook likejes geven, Instagram volgen. En kan je nog meer dingen op Instagram? Maakt allemaal niet uit. Kijk onze korte filmpjes op. Tikkidi-tak, tik-tak, tikkidi-tak. Tili-tili-tili. Deze keer ook sponsored by Afterburn Supplement. Tame the Flame. Afterburn Supplement, thank you for sending this to us. Ik zie er echt helemaal niks van, man. Als je eens Engels gaat praten. Oh, maar Dennis, wat is dat dan? Tel ons meer het Afterburn Supplement. Dat is een voedingssupplement, zoals het woord eigenlijk al zegt. Die, als het goed is, de maagpijn en pijn na het verteren, zeg maar, weg moet nemen. Waarom gaan we die nu doen? Ik weet het niet. TJ wel, dus dat belooft wat. Trust me, het is een heel verstandig besluit om die vandaag te gebruiken. Maar als het goed is, moet dit de pijn aanzienlijk verminderen. Ja. Ik ben benieuwd. Bottoms up. Proost. Zoals elke editie ga ik ook nu weer iets pittigs eten. En zoals jullie weten inmiddels TJ ook. TJ, ja. Gaat mij dus een cadeautje geven wat ik ga beoordelen op 3 verschillende punten. Hoe pittig is het? Wat is de smaak? En hoeveel ga ik ervan zweten? Maak het maar gewoon open. Ja. Zo. Ik maak het maar open. Vuurwerk. Ja, ik zei het toch? Ja, maar we moeten deze een keer doen. Het is... Jabba Beyond Insanity. Oh, ik wil het zo niet doen. Er staat namelijk, we started with hot habanero peppers. En blended them with smoky chipotle peppers en natural pepper extract. Oeh, er zit extract in. Oeh, dat wordt prettig. Lab tested at 135.600 Scoville units. Dat is hier. Dat is niet heel hoog, TJ. Dat is goed weer. Ja, maar dan beslissen wij wel, want wij zijn... Dan is het nog steeds minder heet dan een pure habanero. Ik durf hier gewoon wel een slokje van te nemen. Deze saus komt voor in de show The Hot Ones. Wat ze over de kipvleugels doen. Over de chicken wing. Chicken wing, chicken. Ik vind dat een leuk liedje. Dat is leuk. Consume one drop at a time with extreme caution. Goed, ik ga hem openmaken. Dus even schudden. Hij borrelde. It moves. Oeh, oké. Okay. Ik geloof niks van die Scoville aanduiding. Echt niet. Ik weiger te geloven. Dat is zin. Nou, dat is... Nou, dit is 3 drops. Nou, dat is... Ik proef meteen iets. Wat is dat? Chipotle. Precies. Ja, weet je wat ik zo goed vind? Mijn ogen beginnen te tranen. Dat is niet hetgene wat ik goed vind. Maar dat er nog zoveel smaak aan die saus kan zitten. En het is maar 135.000. Ja. 135.000 Scoville punten. En ik heb veel hetere peperschap. Ik denk dat dat door het extract komt. Applausje voor het sausje. Wel even weer een shout-out naar Heat Supply. Mocht je ergens een keer een sausje voor vriend of vijand willen bestellen. Ik raad deze aan voor je vijand. Ja, is heel heet. Jongens, dat was het. Ik ga slapen. Mijn ogen tranen. Oh, ik kijk hier zo niet naar uit. Best wel heftig. Ik ga hier zoveel last van krijgen. Mijn ogen droog maken, hoor.
Beetje zweet. Oké. Okay. Goed, ik ga naar huis. Fijn weekend. Oh. Goed. Echt leuk dit. Bek staat in de brand. Ik durf die hier gewoon wel zo te nemen. Het zakt alweer. Grapje, het zakt niet. Oké. Okay. De beoordeling. Pittigheid. Haha. Is heel gek, maar gewoon een 9. Zo. Nee, 8. Sorry, 8. Ja, vind ik ook wel. Een 8. Zie je daar die roze olifant ook lopen? sorry. De smaak geef ik als cijfer. Ik wilde eerst echt wel gewoon, 5,5 zeggen. Maar door die bittere ondertoon, ja, het doet toch wel heel veel. Dus ik 3,5. Sorry. Zweetrating, het is overal. Ik zweet me wel echt een ongeluk, een 7. Gewoon eerlijk. Wel een hele smaakvolle saus, alleen die bittere tonen, dat vind ik echt goor. Ik ga nu even in de wijnkelder kijken waar TJ is. Als ik hem gevonden heb, dan komt hij via dezelfde weg naar boven. En dan gaat hij ook deze saus beoordelen. TJ, succes. Ik ga vast een handdoek voor je halen. Dag. Jij hebt echt veel wijn in de wijnkelder trouwens. Ja, moeten we even wat aan doen. Holy moly. Oh, ik heb hier zo geen zin in. Nou, gewoon doen. Niks aan de hand. Ik kon gewoon heel even niet meer slikken. Oh, wat is dit? Oké, okay, doei. Niks aan de hand. Dit is by far de heetste hot sauce die ik ooit geproefd heb. Ik heb gewoon weer hoofdpijn. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik krijg gewoon spontaan hoofdpijn. Ja. Oh, ik ken zoveel mensen die dit zo leuk vinden, hè? Mijn lenzen willen gewoon uit mijn oog. Gewoon zo. De smaak. Ik proef wel iets, maar ook niet meer. Nee, voor de smaak hoef je niet te doen. Voor de smaak gewoon een 2. Ja? Vind ik echt, ja. Pittigheid, 36. Nee. 37, nee. Pittigheid, dit is echt wel een 9,5. Dit is echt het allerpittigste wat ik ooit heb gegeten. Zweet, ja. Ja, dit is zweet wel echt wel een 8. Goed, dit was de Da Bomb Beyond Insanity. Wil je niet? Dat moet je gewoon overslaan, dit. Nee, het is wel heftig. Ik proef nu wel meer. Bloed en zo. Dit was hem. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken, te sharen, te volgen. Gewoon doen. Help ons. En als je deze content leuk vond, dan horen we dat graag. En dan gaan we meer van dit soort dingen eten. Oh, ik kan echt niet meer. Nee, hè? Tot volgende keer. Heftig, hè? Oh, hè? Stay spicy. A few moments later. Oké, we zijn nu 5 minuten verder. En ik heb het koud en heet tegelijk. En dan is ook.